Hallo lieve mensen, dit is Lumeria met het positief bericht op zondag 30 juli. Het is even geleden dat ik een positief dagbericht deed, want het was druk. Nou, dat is ook een keuze. Ik heb wel momenten gehad waarop ik inderdaad wel filmpjes zou kunnen maken, maar dan heb ik de keuze gemaakt om iets anders te gaan doen. Toen deze week heb ik mij voorbereid voor de zomerdagen van zomerdag van gisteren. En dat was superleuk. Was gezellig. Ik heb tijd met mijn familie doorgebracht. En het is een beetje vakantietijd. Dus ik dacht, ja, jullie komen de tijd ook wel door. Ik heb dinsdag dus wel dat hele mooie filmpje gemaakt. Dat werd heel goed ontvangen. Dat is nog steeds goed om te beluisteren. En ik ga nu weer van start met de positieve dagberichten. Vandaag, op de ene laatste dag van juli, is het een 80-8 dag. Een prachtige 80-cyclus. Die 80-cyclus is in de eerste maanden nog niet voorgekomen. Ik denk dat dit is de eerste keer dat die 80 begint. Dat zullen we in de komende jaren zullen we veel meer in die 80-cyclus aan het eind van de maand komen, omdat de jaartallen gewoon stijgen. Dus daar zit een verandering in. Dat is alleen maar goed, want 80 is kracht, harmonie en balans. Dat is een hele mooie cyclus om erin te komen. En dat duidt ook wel op de komende jaren dat wij meer in kracht en harmonie en balans komen. Vandaag dus een balansdag. Heerlijk. Gewoon even doen wat voor jou de balans maakt. We gaan op naar volle maan. 1 augustus is een volle maan, is een supermaan. Dus het is ook heel goed om te bedenken hoe jij in die harmonie en die balans jouw weg kan vinden. Wat heb jij daarvoor nodig en hoe kan jij dat in jouw leven realiseren? Nou, ik heb nog steeds de Lumeria orakelkaarten set. Dan heb ik deze kaart. Lumeria kaart 7. We hebben 2 keer de 777 poort gehad, of 3 keer zelfs. Het is echt zo'n 7 maand. Een maand waarin je in je geestelijke kracht gaat staan. Gaat kijken wat voor zegeningen je hebt. En daarbij ook de keerzijde. Het is altijd dubbel, hè? In de numerologie is dat ook zo. Alles wat kracht, hè, de 80, kracht, harmonie, balans, betekent ook dat het disharmonie, disbalans kan geven voordat het weer in balans komt. Lumeria kaart 7. Sta open voor veranderingen. Je ontvangt uitdagingen op je pad. Neem ze aan en leer van de transformaties die deze leerprocessen brengen. En op de achterkant staat, kijk, dit is de mooie voorkant. Op het pad van je leven kom je verschillende wegen tegen die je elk een andere uitdaging geven. Je hebt de keuze om de weg te kiezen die het beste is. Kies niet altijd voor de makkelijke weg. Dan leer je minder dan de lastige weg en moet je een aantal makkelijke wegen hebben om diezelfde lessen te leren die je met de moeilijke weg in 1 keer kon leren. Wees je ervan bewust dat als je pad moeilijk is, vele spirits je zullen helpen om de juiste beslissing te nemen. Nou, ik wens jullie nog een hele mooie zondag en morgen weer een positief dagbericht. Dag lieve mensen.